CD Sound Machine, waar je ook gaat. Kwam Personal System 2. Het systeem dat door zijn unieke architectuur als geen ander klaar is voor de toekomst. Vandaar dat steeds meer bedrijven kiezen voor Personal System 2. Hoewel er natuurlijk altijd types zullen blijven die liever doorzoeken naar een andere oplossing. Wordt het een gewone PC of Personal System 2? Zou je hem niet met het groot vuil meegeven? Mijn grote liefde. Stinkt. Oh. Kind, maak er een poetsdoek van. Nee hoor, daar gebruik ik Vizier Ultra voor. Vizier Ultra? Een poeder? Kijk mam, een lepeltje Vizier Ultra in de micromaat. En dag geurtjes en vlekken. Het micropoeder dringt vezeldiep door op zoek naar vlekken en geurtjes. En, heb ik nou overdreven? Het is geweldig. En niet, niet duur. Kind, ik ga door mijn dak. Uit je dak, mam. Goh, zelfs metaalgebruik wordt hier nog opgepoetst. Vizier Ultra rekent voordelig af met vlekken en geurtjes tot in het hart van de was. Voilà. Spaar 5% vakantiekorting met de waardezegels op alle producten van... Van der Meulen, de meesterbakkers. 100 jaar geleden werd de schelp het symbool van Shell. En om dat te vieren, kunt u meedoen aan het 100 jaar Shell-spel. Een spel waarmee u kans maakt op 100 prijzen per week. Het 100 jaar Shell-spel begint bij het Shell-station en eindigt op de leukste plaatsen ter wereld. Als hoofdprijs helpt Shell u elke week aan een 14-daagse droomreis. Naar een plekje op de wereld waar u ongetwijfeld iets vindt dat u bekend voorkomt. Lieve Bonzo, moeten honden ook tanden poetsen? Dat is een goede vraag. Nee, dat hoeft niet. Maar ook tanden en kiezen van een hond moeten goed worden onderhouden. Daarom moeten ze goed knauwen. Deze brokken zijn daarvoor perfect. Bonzo krokante menubrokken. Dat hebben ze nodig. Knapperig, dus goed voor het gebit. En krokant, dat vinden ze lekker. Geef jij jouw vriend nou maar Bonzo krokante menubrokken, dan hou je hem op en top gezond. Bonzo, voor een heel leven lang. Goedenavond, dames en heren. Niet oud-minister Ruding, maar de Fransman Jacques Attali wordt waarschijnlijk directeur van de nieuwe bank voor Oost-Europa. En de vestigingsplaats voor de bank wordt Londen en niet Amsterdam. Dat heeft een peiling in Parijs onder de deelnemende landen uitgewezen.
Een bittere teleurstelling voor de kleine Europese landen, waaronder Nederland, voor wie de combinatie Attali-Londen onaanvaardbaar is. Minister Van den Broek van Buitenlandse Zaken heeft al verklaard dat hij het er niet bij zal laten zitten. De bijeenkomst hier in Parijs is tenslotte geëindigd, maar niet in duidelijkheid. Een grote meerderheid van de deelnemers sprak zich uit voor Jacques Attali als president van de bank en Londen als vestigingsplaats. En daarmee leek de strijd gestreden. Maar Nederland vindt dat er sprake zou moeten zijn van algemene instemming. En dat is niet het geval. Omdat Nederland met steun van België niet akkoord gaat met de gang van zaken. De peiling wordt dan ook niet beschouwd als een officiële stemming. Delegatievoorzitter Maas. Nederland heeft van het begin af aan gezegd dat wij zouden kunnen instemmen met een uitkomst waarbij zowel de presidentskandidaat als de vestigingsplaats in een van de G7-landen zou zijn. Ja, maar Nederland staat bijna helemaal alleen. Ja, maar als er unanimiteit moet zijn, dan kan het zijn dat er iemand bijna helemaal alleen staat. Maar dat is niet zo erg. Er is nog zeker 10 dagen te gaan voordat de statuten ondertekend moeten worden. En er kan nog een hoop gebeuren. Maar dit lijkt ontzettend op een achterhoedegevecht. Zo is het niet bedoeld in ieder geval. En ik denk ook niet dat dat het geval is. Het Nederlandse voorbehoud was ongetwijfeld de reden dat de al dan niet officieel erkende Jacques Attali niets wilde zeggen. Vous ne savez pas si vous êtes le président. Je ne fais aucun commentaire. Vous savez que les Néerlandais vous reconnaissent pas en tant que tel. Bonsoir. Nelson Mandela biedt een wapenstilstand aan, maar dan moet de regering van president de Klerk eerst serieuze stappen doen om een einde te maken aan de apartheid. De ANC-leider deed deze toezegging vanavond in Cairo. De Klerk is op zijn Europese tournee intussen aangekomen in Engeland om daar te praten met Margaret Thatcher. President de Klerk zei in Londen dat er voor Zuid-Afrika geen weg terug meer was. Maar het is absoluut niet duidelijk of dat betekent dat hij de eisen van Mandela in zal willigen. Therefore the message is, things are on the move. There is no turning back. And South Africa stands on the verge of another very exciting chapter in the process of reconciliation and of constitutional reform. Het bezoek aan Groot-Brittannië is voor de Zuid-Afrikaanse president de makkelijkste etappe van zijn Europese rondreis. De Britse anti-apartheidsbeweging, gevestigd in de Mandela-straat, hield demonstraties bij de ingang van Chequers, het buitenverblijf van de Britse premier. Protest aan de poort, maar op het landgoed werd F.W. de Klerk met warmte door Margaret Thatcher ontvangen. Het is zijn tweede bezoek aan Groot-Brittannië en Thatcher werd jarenlang door de leden van de blanke Zuid-Afrikaanse regering beschouwd als hun enige steunpunt in Europa. Dat betekent nu, ironisch genoeg, dat dit bezoek minder hoog aangeslagen zal worden in Zuid-Afrika dan de bezoeken elders in Europa. Thatcher is immers al overtuigd van de Klerks goede bedoelingen. Ze feliciteerde hem met wat ze de stevige stappen op weg naar het einde van de apartheid noemde. Thatcher is niet alleen tegen sancties, maar pleit er nu ook voor financiële steun voor het nieuwe Zuid-Afrika. President de Klerk wil zijn Europese rondreis gebruiken om zijn blanke tegenstanders thuis van zijn gelijk te overtuigen. Hij wil ze laten zien dat de nieuwe lijn in het buitenland aanslaat. Daarom is voor hem het bezoek aan Thatcher vandaag van minder politiek belang dan zijn bezoek aan Frankrijk en morgen aan West-Duitsland. Nieuwe vrienden maken is nu belangrijker dan oude behouden. Ook op voetbalgebied wordt de Duitse eenwording zichtbaar. In 1992 is er 1 gezamenlijke voetbalorganisatie en 1 competitie. De Oost- en West-Duitse voetbalbonden zijn dat vandaag overeengekomen. Wel blijven de 2 landen apart meedoen aan de Olympische voetbaltoernooien en de EK, die allebei ook in 1992 worden gespeeld. Het weer voor morgen. Vannacht lost de bewolking steeds verder op en de temperatuur daalt tot ongeveer 6 graden. Overdag is er veel zon. De middagtemperatuur wordt ongeveer 18 graden, maar in het noordelijk kustgebied blijft het iets frisser. Dit was het laatste journaal van deze zaterdag. Dames en heren, goedenavond.